Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is bezig met een project om aan landbouw in kassen te doen. Dit vertelde landbouwminister Prahlad Sioedien eerder deze week aan journalisten. De bewindsman benadrukt dat de kassen op verschillende plekken in het land geplaatst zullen worden. We hebben al een project lopen en waar we 100 kassen willen neerzetten op diverse locaties als modellen, maar geef aan een groep boeren die daarin weer getraind worden. En kijk hoe je ze kunt linken aan financiële instellingen. Die wel gaan durven om door te gaan in die sector. En daar ligt de toekomst. Maar rijst kun je helaas niet in kassen doen. Je bent grootschalig bezig. Cassave, dus al die gewassen die het groot doet buiten. In de volle grond, maar volle zon. Daar moet je antwoord vinden. De minister zegt ook dat er zeker 100 kassen in de beginfase van het project opgezet kunnen worden. Hij herinnert eraan dat voedselzekerheid een uitdaging is en er oplossingen gezocht moeten worden door met de tijd mee te gaan.